Hallo mensen van Games, ben je welkom bij een gloednieuwe Minecraft video. We vallen direct met de deur in huis, want ik heb Soul Sand gevonden. Yay! Offscreen heb ik nog, zoals je ziet, Soul Sand gevonden. En dat heb ik dus een beetje gehakt, zodat ik omhoog ga en niet omlaag. De weg terug was dit keer een stuk makkelijker. Dus met Soul Sand en magma kunnen we aan de gang. Nog even voor zekerheid test ik het. Het kan haast niet anders hoor, maar je weet het maar nooit. Kijk, ja, dit werkt. Dit is inderdaad Soul Sand. Yay. Chill. Oké, dus nu hebben we heel veel buckets of water nodig. En dit. En één glowstone. Even kijken hoor. Ja, hier, die torch gaat weg. Zo, kijk eens een. Nu zitten we hier wel met een probleem. En dan moet je moet source blocks hebben. Je kan met deuren, maar dat gaat er heel lelijk uitzien. Dus ik denk dat we eigenlijk het best bordjes kunnen gebruiken. Of ladders. Maar dat ziet er ook niet uit. Bordjes is dan het minst erge, denk ik. We hebben hier nog 11 oak wood. En hier zitten ook nog een paar logs in. Dus dan maken we daarvan. Gewoon ook... bordjes zijn ook wel goed. Oh, daar krijg je er al direct 3 van. Zullen we aan 6 genoeg hebben? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Alleen, hoe ga je dat hier doen? Oh, we hebben niet aan 6 genoeg. Ik dacht even dat hij 2 hoog was, maar hij is 3 hoog. Wat we wel kunnen doen, is... Even kijken, heb ik nog gewoon stone? Oké. En ik had ook nog een deur. Dus ja hoor, dan komt het helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. Nu moeten we eigenlijk eerst eventjes kijken. Hebben we genoeg? Maar ja, dat ging niet helemaal door. nu wil ik eerst even kijken, zeker weten of het water niet... Ja, oké. Nou doet hij natuurlijk nog niks, want je moet source blocks hebben. Dat wist ik. Dat je source block moest hebben. En ik heb hier een bucket of water, dus dat komt goed uit. Wat ik het beste kan doen is eventjes, ik ga hier eventjes eentje afpakken. Dan maken we hier een infinite water source natuurlijk. Kijk, want dan zie je ook dat hij ook echt omhoog gaat. Ik had beter eerst mijn water bucket kunnen vullen. Alhoewel, dat kan in de overworld ook nog. Dat hoeft natuurlijk niet per se bij mijn infinite water source, want ja, we zitten aan zee en daar hebben we genoeg. Oh, dus dit is wel lastig. Je komt bijna niet boven. Oh, nee! Nee, ik mag niet doodgaan. Oké, ja, ik moet eigenlijk meerdere buckets hebben. Ik had het eigenlijk eerst helemaal leeg moeten maken. Ja, je kunt hier niet tegen zwemmen. Dus je moet heel snel naar boven. Nee! Je zit met het water, dat je niet omhoog komt zo. Is heel lastig. Ik weet het even niet hoe we dit allemaal kunnen doen. Behalve dat ik het wel weet. Ik heb een Minecraft server met Simon gehad. Weet je wel, Simon Segmentman. Ik noem hem altijd Segmentman in mijn video's. Ondanks dat hij gewoon ook Simon heet. Die gast. Daar heb ik ooit een keer mee op de server gezeten. En toen had het over kelp. Want kelp was zo voordelig. En toen zei hij ook dat van kelp je water source blocks kunt maken. En laten we dat nou net nodig hebben. Water source blocks. Kijk, nu gaan we gewoon omlaag eerst. Nu staat mijn hele ding vol. En ik heb geen deur bij me. Oh wacht, dat heb ik wel. Ja, dat is wel nog lang niet ver genoeg. Maar we hebben vast nog wel meer. En anders kunnen we wel meer vinden. Heb ik ook al een kelp farm eigenlijk? Sowieso niet automatisch, want dat kan ik niet. Maar gewoon in het algemeen. Hier is wel overal kelp, dus het is makkelijk te verzamelen. Dat scheelt. Zo, dit is wel een heel klein kelpfarmpje, maar voor nu, ik vind het best. Oké, dat is mooi. Nu kun je het dirtblok gewoon vervangen voor een soul sand blok. Volgens mij moest het zo. Ik leun om een of andere reden helemaal achterover. Als het goed is, gaan we nu helemaal naar boven. Het werkt! Ja! Dankjewel Total Yarne voor je suggestie. Want kijk, het werkt.
Het werkt. Het werkt. Het duurde langer dan verwacht, maar op zich, ik vind het niet erg. Nu kunnen we dat bij die ander ook doen. Met een magma blok. Maar ja, is dat echt nodig? Ik weet niet, ik denk dat vallen haast net zo snel is. Ik laat het eerst zo. Oh, ik heb heel veel kelp. Nou, dan gaan we nog even onze kelpfarm uitbreiden. En dan hou ik ermee op. Volgens mij was vorige aflevering ook al iets langer. Dus dan wordt dit een iets kortere aflevering. Ja. Nou, kijk, dan heb je hier al een mooi klein kelpfarmpie. Dat vind ik helemaal mooi. Oh, waarom ga ik nu alweer dood? Ik ben echt net onder water. Nou, weet je, bij deze sluit ik de video af. Vond je dit een leuke video? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog als je niet vertelt waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe Minecraft video. En ik heb geen idee wat we dan gaan doen eigenlijk. Maar dat zie je volgende keer wel. Dus, tot dan. Laters.